En we zijn ons kapot aan het haasten. En mijn rug is getaped. En heel stom, ik weet niet of dat een soort... Ik heb een pakketje binnengekregen. Dat had ik besteld. Maar ik moet nog uitkijken ook, want alles stond op instorten. Echt. Ik heb gewoon echt 10 minuten nutteloos gefilmd. Het is vrijdagochtend en we zijn ons kapot aan het haasten. Want het gaat allemaal niet zoals afgesproken en gepland. Ja, en ik heb op het logeerbed geslapen. Ja, zij heeft geslapen. Ja, en ik heb het tent gemaakt. Ruim dat dan maar even snel om. Dus we zijn heel snel spullen aan het pakken. Want zij gaat natuurlijk logeren. Wat een beetje onverwachts was. Dus we moeten op tijd de deur uit. Ja, ja, maar alles bij elkaar krijgen en op tijd de deur uitgaan, dat blijkt wat lastiger. Dus even haasten en dan snel de auto in. Tijd in de auto. Het heeft niet veel meer. Grote stoel natuurlijk ervoor, alles valt om. En het schuim gaat omhoog, echt irritant. Zo. Dus ik ga snel weg mee. Snerren, weet je dat? En dan naar de fysio. Om de pakket. Kijk hier, dit zijn gewoon de pollen die op de auto zijn blijven liggen. Ik vind het niet gek dat ik zoveel hooikoorts, of zoveel last van mijn hooikoorts heb. Gaat het goed? Dat ik momenteel zoveel last van mijn hooikoorts heb, want dit is echt bizar in een paar dagen. Ik kon echt merken dat ik een tijd niet geweest ben. Echt, mijn nek kraakt zo erg, maar echt herboren. En mijn rug is getaped. En heel stom, ik weet niet of dat een soort placebo effect is of niet. Maar ik heb gelijk het gevoel dat ik al beter adem. Dat mijn luchtwegen meer openstaan. Maar dat kan ook puur toeval zijn. Dat weet ik nog niet. Ik weet niet hoe sneller die tape werkt. Maar dat ga ik ondervinden. Ik mag hem 3 tot 5 dagen ophouden zolang ik er geen last van heb. Ik kan er ook gewoon mee douchen en alles. Het zit op mijn rug. Dus dat zou fantastisch zijn. Medicijnvrij. Minder last van je hooikoorts. Dus daar ben ik echt heel enthousiast over. Het enige nadeel is als je natuurlijk gaat douchen, dan blijft het vrij lang nat. Dus je moet wel even rekening houden als je doucht. Dat je je niet gelijk daarna wil aankleden. Want de tape loopt wel echt van zeg maar mijn schouderbladen tot zeker over de helft van mijn rug. Dus ja, dan is je kleding natuurlijk helemaal nat ervan. Dus ja, als school weer begint en hij zit er nog op, moet ik er wel even goed bij nadenken. Dat ik daar rekening mee hou. Maar verder, ik vind het fantastisch. Echt. En jullie gaan merken de aankomende dagen dat of mijn hooikoorts minder wordt. Ik hoop het zo. En toen bedacht ik me, ik kan het net zo goed laten zien. Ik weet niet of je het zo goed ziet, maar de tape zit dus zo op mijn rug. En dit is het dan. Dan zou dit moeten gaan helpen. Ik ben echt zo benieuwd. Ik heb een pakketje binnengekregen. Dat had ik besteld. Bij de Bijenkorf. Want die zijn altijd snel. Even kijken. Dat is mijn nieuwe Collistar concealer. Die heb ik al. Ik zal hem even laten zien. Maar die raakt op. Dus dit is mijn nieuwe. En dat is deze. Als die scherp stelt. Niet echt. Dit is een vloeibare concealer. Ik heb hem in stik en vloeibaar. En dat ligt er eigenlijk een beetje aan hoe ik mijn make-up wil en wat het weer is en wat ik ga doen. Hij is dus zo. Deze is echt fantastisch. En ik gebruik meestal kleur 2. Kleur 2. En dit is de Correct Filler. Heel de tijd boven bezig geweest. Want Sarah had gisteren een geniaal plan om een of andere hele grote
tenthut te bouwen op zolder. En die had allemaal dekens met knijpers door de hele zolder gespannen. Die had volgens mij alles wat ze zo'n beetje op de kamer bezit in de tent gebracht. Nou echt, het was drama. Dus daar was ik niet heel blij mee. En ik heb een heel groot gedeelte afgebroken en opgeruimd. Maar ik moet nog uitkijken ook, want alles stond op instorten. Echt. We hebben net gegeten. En even thee aanzetten en even de aardappeldingen afschudden. De pan afwassen. De pannen nooit in de vaatwasser. Altijd met heet water. Dat kan alleen als je het echt vanaf de aanschaf doet. Want dan door die anti-aanbaklaag bakt het niet aan. Als je ze ooit al met zeep hebt gedaan, oh mijn hoofd is straks hier, dan schiet het niet op. En er is net iemand gaan kijken voor de tuin. Die gaat ook binnenkort gedaan worden, afgemaakt worden. En dan hebben we, als het goed is, weer een normale achtertuin. Want die is na het najaar ook dingen gingen verzakken en het ging allemaal niet goed. En die is hier ook afgemaakt. Echt. Zo balen. Als het goed is, gaat dat dan nu wel gebeuren. Daar ben ik zo blij om. En als alles dan maar dicht blijft. Wat een grote kans is dat hij tenminste die achtertuin er wordt. Want als die elke dicht is, dan kan je natuurlijk niet zoveel. Dus ja, daar ben ik niet heel vrolijk van. Dus als het goed is, kunnen we dat dit jaar wel. En dat maakt me blij. Oh, het is stom. Ik had de camera niet uitgezet, dus ik ben echt al weet ik hoe lang aan het filmen. Dat heb ik er waarschijnlijk nu wel uitgeëdit, want het was niet echt heel boeiend materiaal. Maar dat heb ik echt nog nooit gehad. Ik heb gewoon echt 10 minuten nutteloos gefilmd. Zo gezellig. Ik stond net even voor de deur. Dus we hebben even snel een bakje gedaan en even snel bijgekletst. Alleen, door die stomme avondklok, moest ze wel redelijk op tijd naar huis. Misschien komt ze zo terug, waarschijnlijk niet. Maar ik zei al, als je veel pak je spullen, dan kom je ook bij slapen. Waarschijnlijk nu niet. Dan gaan we dat de volgende keer doen, maar het kan. En dan ga ik even heel snel mijn laptop aanzetten. Kijken of ik net een vlog kan editen. Maar de picknick komt binnen 10 minuten tot een half uur. Dus ik weet niet of ik dat ga redden. Dus met een half uur wel en met 10 minuten denk ik niet. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel ik gisteren gefilmd heb. Maar ik hoop dat dat vast lukt. Want dan heb ik in ieder geval vast... dan kan ik vast renderen. Als ik de boodschappen uitpak. En dit lukt niet met één hand. Echt fantastisch. Ik heb het gewoon precies voor elkaar gekregen. Hij gaat nu renderen. Echt, hoe bizar is deze timing. Ik hoor gewoon gelijk de bakken aankomen. Op het karretje. Dus echt... Gelijk mijn boodschappen. Echt, ik had geen seconde langzaam moeten zijn. We hebben weer een hoop eten. Even kijken of er iets boeiends is. Nee, er zit niet echt iets boeiends bij. Het zijn gewoon... Oh ja, deze. Dit zag ik. En ik ben niet heel erg van de toetjes. Maar hier ben ik zo benieuwd naar. Daniel Limited Edition Drop. En ik vind drop lekker en ik vind kwark op zich lekker. Maar drop kwark, ik ben gewoon nieuwsgierig. Dit moet ik echt gaan proberen. Ik ga weer lekker een stokbroodje bakken. Dat is best wel een tijdje geleden. Zo. Deze. En vast mijn boter eruit. Ik redden. Ik vind die trui trouwens echt heel leuk. Alleen... Even broek weer omhoog. Als ik omhoog ga, dan gaat hij niet naar beneden. En dan zit hij op de een of andere manier heel raar. Dus dat werkt niet helemaal. Maar goed. Dit brood. Oh, ik zal het opwarmen. Dus ik heb broodje zeezout. Oh, zo lekker. En de boter is weer helemaal gesmolten erin. En ik doe hem altijd zo dik dat hij er echt helemaal in trekt. Oh, lekker. En nu is het tijd om weer... Redelijk om tijd naar bed te gaan. Iets minder goed dan dat ik had gehoopt. Maar
ik kan ermee leven. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneer hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!